Ik vind het een hele grote eer om als sportman genomineerd te zijn. Als 37-jarige seniorspeler tussen al deze jonge mannen hier. Fantastisch om al die jaren op hoog niveau. Ik had nu eigenlijk een stapje terug gedaan naar Heren 2. Toch heel veel nog met Heren 1 meegetraind. 3 keer in de week trainen. 1 of 2 keer in het weekend de wedstrijd. Absoluut een hele eer om hier te mogen staan. Mijn mooiste seizoen van mijn carrière tot nu toe was seizoen 97-98, toen we voor de eerste keer kampioen werden van de promotiedivisie. Met een hele club met Urkers en 2 van buiten Urk. Allermooiste seizoen. Hallo, ik ben Renier de Groene. Ik ben genomineerd voor Sportman van het jaar. Ik ben blij dat ik genomineerd ben. Ik speel dit seizoen speel ik voor het eerst bij FC Groningen A1. We spelen daar Eredivisie. Ik denk dat ik op basis daarvan genomineerd ben voor Sportman op Urk. Mijn ambitie is om door te breken volgend jaar naar Young FC Groningen. Ik heb daar al wel aan mogen proeven. Ik heb iets van 6, 7 wedstrijden meegedaan. Waaronder 2 keer naar Duitsland tegen Schalke 04 en Bayer Leverkusen. Dat waren toch wel mooie ervaringen. Dit seizoen heb ik al best veel geleerd voor mezelf. Ik heb wel stappen gemaakt. We trainen ongeveer 5, 6 keer in de week. Kijk, dan train je toch meer dan dat je op Urk traint en je leert zoveel meer. Ik hoop dat jullie nog veel van mij komen te horen en dat ik jullie volgend jaar nog kan verrassen op sportief gebied.
ik ben heel enthousiast en blij dat ik genomineerd ben. Want ten eerste is het een hele eer om genomineerd te worden. En ja, het geeft altijd weer een beetje voldoening op mijn prestaties die ik dit jaar behaald heb, vorig seizoen. En natuurlijk ook voor de skietvereniging een hele eer. Want het is niet zo'n bekende sport, skietsport. En het geeft toch weer een beetje een oppepper aan skietsport. En ja, het geeft veel voldoening. En ik denk dat jullie het ook in mijn successen gaan zien. Op twee wedstrijden na ben ik alle wedstrijden eerst geworden. De juniorendag, dat is vergelijkbaar met het NK, ben ik eerst geworden. En op de Nederlandse kampioenschappen ben ik eerst geworden. Dat was een hele eer. En ik ben met mijn trainer, daar ga ik volgend seizoen ook mee naar Duitsland om een paar wedstrijden te skiën. Ja, Jacco, wat zijn zijn specialiteiten? Vooral zijn rust, zijn kalmte en zijn discipline om op de baan te doen wat hij moet doen. Ik denk dat hij met name daaruit ook het resultaat gehaald heeft dit jaar. Ja, waar iedereen hier op Urk erg trots op is. En Nederlands kampioen worden. Maar in hetzelfde jaar ook de nationale jeugdcompetitie weten te winnen. Als B-junior is dat nog niet eerder voorgekomen. Dus ik denk eigenlijk een meer dan unieke prestatie. Ja, en wat dat betreft nu voor komend jaar kijken. En dat, ja, dat wordt lastig. Maar wel een prachtige uitdaging om te kijken of het resultaat vast kunnen houden en of we het nog een keer samen kunnen herhalen. Helemaal super.